No, no, no. Hele goede avond iedereen. Goedenavond. Goedenavond. Ja? Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie dan vier plekken die, is net als vroeger op school, niemand durft. Hè? Voor degenen die durven. Jullie mogen de plekken vullen, al was het maar om onze gast van vanavond nog een beetje extra warmte te geven. We hebben nog een beetje bedenktijd. Ik zal eerst zeggen wie ik ben. Mijn naam is Andrew Makkinga en ik ben de presentator van dit programma Vergezichten. Wie is er hier vandaag voor het eerst? Wauw, welkom. Het is altijd goed om nieuwe mensen. En is dat vanwege de angst of de interesse rondom AI? Interesse. Bij wie heerst of overheerst de angst? Of de zorg? Zorg wel. Bezorgde burgers. Nou, dat is mijn naam. Vergezichten, dat is een programma bedacht door de mensen, door programmamakers verbonden aan de Rode Hoed, aan mijn podia, waarbij we een blik werpen in de toekomst. 2050. De vraag is eigenlijk, in wat voor een wereld leven we dan? En vanavond gaan we het hebben over een thema wat eigenlijk dagelijks voorbij komt. AI zie je, lees je over, maar wat betekent dat nou eigenlijk? En in deze vierde editie gaan we met een hoogleraar sociaal intelligente AI. Gaan we praten over juist dit specifiek thema. Zullen we hem alvast een applaus geven? Senai Gebreyab. Hij zit daar. Blijf zitten. Maar het leuke is, we gaan eigenlijk inzoomen op die wereld van 2050 en kunstmatige intelligentie. En die onvermijdelijke toename van AI-systemen. Hoe maken we of houden we dat, als het al überhaupt zo is, hoe wordt dat inclusief en representatief voor de samenleving als geheel? Het is dat stuk waar Senai zich erg mee bezighoudt. Hij richt zich op het identificeren van manieren waarop AI-systemen bestaande ongelijkheden in de samenleving weerspiegelen of versterken. Hij zet zich ook in om AI-systemen te gebruiken om deze ongelijkheden te bestrijden. Ik vind het bijzonder interessant, want het sluit een beetje aan bij die discussie over diversiteit en inclusie. Als u er al moe van was, dan komt er dus nog veel meer. Praktisch, we gaan zo meteen eerst luisteren naar een presentatie. Ik ga met hem in gesprek. Maar ik wil jullie ook vragen om de enquête, de Rode Hoed enquête, die waarschijnlijk morgen bij jullie in de mailbox valt. Heb ik het goed? Morgen? Ja? Of u weer zo aardig wil zijn om die even in te vullen. Dan rest mij niets anders dan de aandacht te vragen voor de man of the night, the one and only, Dr. Senai Gebreyab. Dankjewel, Andrew, voor deze mooie en inspirerende introductie. Een avondje AI, een avondje toekomst. En de toekomst van AI in het bijzonder. Het is een genoegen om hier vanavond weer te mogen zijn. En te spreken over een onderwerp wat ons allen, denk ik, bezighoudt. En de wereld ingrijpend aan het veranderen is. Kunstmatige intelligentie. Kortweg AI. Als de slides ook mee mogen veranderen. Ja, dankjewel. Precies 4 jaar geleden stond ik hier ook, toen om te praten over discriminerende algoritmen. En destijds was dit nog een relatief onbekend onderwerp. Maar in de tussenliggende jaren is het onderwerp van discriminerende algoritmen, maar ook AI in het algemeen, uitgegroeid tot een onderwerp van maatschappelijk debat. We horen en lezen continu over de kansen en de bedreigingen die AI met zich meebrengt. Zowel voor ons als individu, maar ook voor ons als geheel, als maatschappij. En we vragen ons steeds vaker af hoe AI onze toekomst zal vormgeven en wat onze rol daarin zal zijn. Hier kom ik zo meteen op terug. Eerst, wat is AI eigenlijk? Volgende slide, dankjewel. De term AI werd voor het eerst gebruikt in 1955 door John McCarthy, hier in beeld. Hij is een Amerikaanse computerwetenschapper. En hij definieerde AI als de wetenschap en de techniek om machines intelligenter te maken. Het maken van intelligente machines.
En sindsdien hebben heel veel wetenschappers en heel veel ingenieurs zich bezighouden hiermee en geprobeerd om machines te bouwen die menselijke vaardigheden kunnen nabootsen of zelfs kunnen overtreffen. Leren, plannen, interacteren, redeneren, anticiperen, etc. En waar staan we nu met AI? We hebben machines die veel meer kunnen dan vooraf geprogrammeerde taken uit te voeren. Machines die zelflerend zijn, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, voorspellingen kunnen doen en zelfs nieuwe, voor mensen betekenisvolle materie kunnen genereren. Een goed voorbeeld is wat nu heel veel in de media aandacht krijgt, generatieve AI, zoals ChatGPT. Een AI dat in staat is natuurlijke taal te begrijpen en ook te genereren. De opkomst van AI is begin deze eeuw in een stroomversnelling geraakt. En is denk ik grotendeels te danken aan de vooruitgang in de wetenschap aan de ene kant. En aan de andere kant de slagkracht van grote technologiebedrijven zoals Microsoft, Google en Amazon. De drie pijlers van deze opkomst zijn allereerst toegenomen beschikbaarheid van data, tekst, beeld, muziek, video, etc. In de tweede plaats exponentiële groei in rekenkracht. En ten derde de opkomst van geavanceerde lerende algoritmen, zoals deep learning of reinforcement learning. En deze drie elementen vormen de ruggengraat van moderne AI. Deze drie pijlers, deze drie elementen stellen machines in staat om te leren, om te anticiperen, om te beslissen en om te genereren op manieren die, denk ik, voor ons voorheen ondenkbaar waren. Maar er is nog een belangrijk ik denk onderschat aspect dat de opkomst van AI heeft mogelijk gemaakt. En dat is de voorspelbaarheid van ons eigen voelen, van ons eigen denken, van ons eigen handelen. We beschouwen onszelf vaak als unieke wezens met een vrije wil. Maar in essentie zijn we doorgaans gesocialiseerde wezens. Gesocialiseerde wezens gevangen in patronen die worden beïnvloed door onze geschiedenis, door onze cultuur, onze biologie en onze psychologie, onze familie, onze religie, scholen, werkomgeving, ecologie, economie, noem maar op, media en politiek. Wij voelen, wat wij denken, hoe wij handelen, hoe wij reageren als individu, als organisatie, maar ook als maatschappij. We zijn over het algemeen veel minder uniek en vrij dan we denken. Nou, wij conformeren ons dag in, dag uit aan normen, aan waarden, aannames, verwachtingen, vooringenomenheden en nog meer leefpatronen, andere leefpatronen. En AI is op dit moment vooral een machine die al deze patronen oppakt. Oppakt in de data die we delen op social media. TikTok, Facebook, Twitter, noem maar op. Ook in de data die bedrijven over ons collecteren. Wat we kopen online of in de supermarkt. In de data die overheden over ons verzamelen. Waar we naar school gaan, wat we verdienen, waar we zijn geweest, of we ons aan de wet houden, etc. AI leert van ons en over ons, maar AI leert ons ook iets over onszelf. Het is een spiegel die ons confronteert met onze persoonlijke, onze organisationele, onze maatschappelijke leefpatronen. Denk aan institutionele vooringenomenheid bij de Belastingdienst. Iedereen weet hier denk ik wel over. Die beschuldigde, mede op basis van algoritmes, tienduizenden ouders en verzorgers ten onrechte van fraude met kinderopvangtoeslag. Dat waren voornamelijk mensen met een etnische achtergrond of mensen uit gezinnen met een lage inkomen. En jarenlang zijn zij gediscrimineerd en achtervolgd door de Belastingdienst. En jarenlang werd dit stellig ontkend. Totdat de Belastingdienst werd geconfronteerd met haar eigen discriminatoire mensbeeld. Met haar eigen discriminatoire beleid en praktijken, gecodeerd in eigen data en in eigen algoritmes. Wat begon als AI als wapen, eindigde in zekere zin als AI als ontwapening
zou je kunnen zeggen. AI werd de spiegel die onrechtmatige handelen van de Belastingdienst in harde codes reflecteerde. Spiegel, overigens, die nauwelijks heeft geleid tot zelfreflectie en introspectie, blijkens de antwoorden enkele weken geleden van minister-president Mark Rutte op de vraag van de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid. De vraag was hoe het toeslagenschandaal ooit heeft kunnen ontstaan. Verwijzend naar zijn tijd als staatssecretaris Sociale Zaken begin jaren 2000, zei hij, begin quote, ik pakte op wat er lag. Fraude was serieuze problematiek bij mijn aantreden. Er was heel veel aan de hand, er waren heel veel aanwijzingen voor fraude. Einde quote. Maar concrete cijfers kon hij niet geven. Hij was, begin quote, vooral anekdotisch, einde quote. Mark Rutte zat dus, zou je kunnen zeggen, samen met vele anderen gevangen in overgeërfde patronen, denkpatronen, handelspatronen. En ondanks dat de rechtbank Mark Rutte destijds veroordeelde voor rassendiscriminatie, werd breder, slimmer en meer het uitgangspunt van handhaving. Het fraudebeleid werd risicogestuurd en mensen werden gecontroleerd op basis van kenmerken waarvan werd gedacht dat ze de kans op fraude zouden vergroten, zoals dus etnische achtergrond. En het is tegen deze achtergrond dat begin jaren 2000 simpele, maar ook langzaam lerende algoritmen hun intrede deden als wapen in fraudeopsporing. Eén sluit terug nog. De eerlijke algoritme had geen schijn van kans in een omgeving waarin verkeerde mensbeelden, onderbuikgevoelens en zoals vorige week ook weer tijdens de enquête-overhoringen bleek financieel gewin. Deze dingen speelden een rol in wetgeving, in beleid, in uitvoering en in bejegening. Er is bij de overheid op dit moment bijna geen instantie die geen algoritmes inzet bij handhaving in het sociaal domein of in andere domeinen. En keer op keer blijkt dat die algoritmes bepaalde bevolkingsgroepen discrimineren. Een aantal jaren geleden hadden we te maken met Siri, een AI-systeem dat werd gebruikt om risicoanalyses, voorspellingen te doen van fraude. De rechter oordeelde dat Siri destijds in strijd was met de Europese wetgeving. Maar denk ook meer recent aan de situatie met Duo. De gebruik van algoritmes, discriminerende algoritmes bij de politie, bij gemeentes, ziekenhuizen, banken, etc. etc. Stuk voor stuk voorbeelden waar op den duur dingen mis kunnen gaan en ook mis zullen gaan waarschijnlijk. Maar ook stuk voor stuk voorbeelden waar de spiegelfunctie van AI een transformerende rol kan spelen. Maar los van de spiegelfunctie, nu mag je wel naar de volgende slide, heeft AI natuurlijk ook andere positieve, transformerende bijdrage aan mens, aan maatschappij en planeet nog groter. Zo draagt AI bij aan innovatie en aan de economie, aan de economische vooruitgang, aan verbetering van de gezondheidszorg. Denk aan AI-systemen die medische diagnoses kunnen stellen met ongekende precisie, waardoor en levens kunnen worden gered en de gezondheidszorg efficiënter wordt. AI wordt ook ingezet om complexe klimaatmodellen te ontwikkelen, waardoor we nog diepere inzichten krijgen in klimaatverandering en strategieën kunnen ontwikkelen om deze toch wereldwijde dreiging aan te pakken. Een ander voorbeeld, AI speelt een cruciale rol bij behoud en wederopleving van unieke talen en culturen. Talen en culturen die dreigen uit te sterven, zoals de Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Of het Geus, een oud-Semitische taal die alleen nog een kleine groep mensen in Eritrea en in Ethiopië beheerst, waaronder mijn eigen schoonvader, dreigt uit te sterven. Maar er zijn allerlei initiatieven gaande om dat met behulp van AI nog levend te krijgen en te houden. Nou, deze tegenstrijdige potenties van AI worden elke dag breed uitgemeten in tijdschriften, televisieprogramma's, social media, etc. Hoe AI kan verrijken, hoe het kan verrassen, hoe het kan vermaken, maar dus ook hoe het kan leiden tot privacy schending,
manipulatie, polarisatie, discriminatie en zelfs oorlogsvoering. Deze tegenstrijdige potenties van de AI roepen vaak wilde verbeeldingen op over de toekomst. Sommigen zien een utopie voor zich waarin AI de mensheid helpt bij het oplossen van allerlei complexe problemen en het leven verbetert. En zij willen volop inzetten op de ontwikkeling en de inzet van AI. Terwijl anderen weer een dystopische toekomst vrezen, waarin AI de controle overneemt en zelfs de mensheid in gevaar brengt. Zij roepen juist op om volop de rem te zetten op AI. Zelfs AI-pioniers zoals Jeff Hinton, hoogleraar AI en tot voor kort hoofd van Google Brain, en industrieleiders zoals Elon Musk, waarschuwen voor de opkomst van AI en riepen eerder dit jaar op voor een AI-pause, een pauze in de ontwikkeling en toepassing van AI. Een oproep die ook hier in Nederland werd gedaan door verschillende wetenschappers, politici, journalisten, kunstenaars, etc. Maar laten we even stilstaan bij deze tegenstelling. Is het alleen utopie of dystopie? Moeten we kiezen tussen volop de rem zetten op AI of volop doorontwikkelen? Deze tegenstelling is vals, vind ik, omdat ze geen recht doet aan complexiteit van de uitdagingen en kansen die AI met zich meebrengt. AI is niet één ding, maar vele dingen. Het is niet zwart of wit, maar vele tinten grijs. AI is niet inherent goed of inherent slecht. Het hangt af van hoe we het maken, gebruiken en reguleren. En bovendien heeft deze valse tegenstelling een verlammende en afleidende werking op mens en maatschappij. Volgende slide graag. Want ze leidt af van cruciale vragen. Wat is onze visie op de toekomst? Hoe zien we onszelf en onze samenleving over enkele tientallen jaren? Is het een wereld gericht op productiviteit en winst, waarin mensen vooral beschouwd worden als consumenten? Waarin dus marktdenken en de markteconomie centraal staan? Of is het een open wereld waarin we als wereldburgers gedijen in een inclusieve samenleving waarin we in harmonie leven met elkaar, maar ook met onze natuur en planeet? Of misschien wel een tussenvorm, waarin we lokale nieuwe vormen van samenleven creëren voorbij de natiestaat. Cruciale en fundamentele vragen die continu gesteld en beantwoord zouden moeten worden, maar die te vaak verloren gaan in de waan van de dag of in de onderbuik. Gelukkig zijn er mensen die ons blijven aansporen om voorbij de waan van de dag te denken en een verbeelding te maken van de gewenste toekomst, van onze gewenste toekomst, van de gewenste toekomst van anderen. Mensen zoals Princeton professor Ruha Benjamin. Volgende slide graag. Met wie ik hier 4 jaar geleden een inspirerend gesprek heb gehad over discriminerende algoritmen en over haar destijds nieuwe boek Race After Technology. In haar meest recente boek, getiteld Feral Justice, How We Grow the World We Want, stelt ze de vraag wat als we een fundamenteel ander bestaansvorm kunnen ontwerpen. En in haar boek biedt zij tal van voorbeelden en ook instrumenten aan om actie te ondernemen in onze eigen leefomgeving en te investeren in wat we willen laten gedijen, met of zonder technologie. En zij daagt ons uit om een verbeelding te maken van een toekomst waarbij de tweedeling utopia-dystopia verdwijnt. En dat ons aanspoort, inspireert om te denken in een richting van een astopia. Niet utopia, niet dystopia, niet utopia, maar astopia. Volgende slide. Verbeeldingen van en visies op de toekomst bepalen direct hoe wij AI zullen ontwikkelen en ook zullen inzetten. Als we AI zien als een middel om enkel economische winst te behalen, zullen we geneigd zijn om AI te optimaliseren voor efficiëntie en voor winst. Soms en misschien wel vaak ten koste van menselijke waarden. Maar als we AI beschouwen als een hulpmiddel om onze visie op een
rechtvaardige, een duurzame, een inclusieve samenleving te realiseren, dan zullen we AI anders benaderen. Wat we dus nodig hebben zijn verbeeldingen over wie we willen zijn als mens en als maatschappij. En de vraag die we ons moeten stellen is, hoe kan AI ons helpen bij het realiseren van die verbeeldingen? Hoe kan AI ons ondersteunen, versterken en uitdagen om onze tekortkomingen te overwinnen en onze potenties te benutten? Een nuttige verbeelding is dat van een Europese samenleving van 2050. Next slide. Dat wordt verbeeld, dat wordt beschreven in het rapport Citizens Bringing the Future Forward. En dit rapport is een resultaat van een groot Europees onderzoeksproject. Het schetst vier scenario's op basis van twee dimensies. De dimensie top-down versus bottom-up bestuur maakt onderscheid tussen enerzijds samenlevingen waarin bestuurlijke macht en verantwoordelijkheid worden toevertrouwd aan internationale, nationale en regionale overheden en instituties. En anderzijds samenlevingen die uitgaan van de wijsheid van de massa en van empathie als een organiserend principe. De dimensie globale versus lokale focus beschrijft enerzijds samenlevingen die lokale ontwikkelingen niet loszien van globale ontwikkelingen en de wereld als digitaal verbonden zien. En anderzijds samenlevingen die zich richten op lokale gemeenschappen, bronnen en processen. De twee dimensies resulteren in vier toekomstscenario's die in de volgende slide zullen worden afgebeeld. Elk scenario verbeeldt een radicaal andere toekomst ten opzichte van de wereld waarin we nu leven. Ze beschrijven sociaal-culturele veranderingen, nieuwe vormen van bestuur, nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe vormen van economie. In alle scenario's is wel de burger invloedrijk in het vormgeven van de toekomst. En de vier scenario's bieden ons niet alleen maar een raamwerk over hoe we kunnen denken over de toekomst, maar kunnen ons ook helpen bij het sturen van de ontwikkeling van verschillende vormen van AI. En ook andersom. Het eerste scenario, hier linksboven in beeld, betreft de mens als een economische eenheid, waar individuen worden gedreven door economische belangen en waar de samenleving wordt gedomineerd door marktwerking en competitie. In dit scenario is AI vooral gericht op het optimaliseren van productiviteit, van winstgevendheid en van zelfactualisatie. Het scenario rechtsboven draait om de mens als een punt in een netwerk, waar individuen worden verbonden door digitale netwerken, door digitale diensten en waar de samenleving wordt gekenmerkt door niet-materiële consumptie. In dit scenario is AI vooral gericht op het faciliteren van een digitale economie en een digitale leven. Het derde scenario, linksonder, beschouwt ons als Europese burgers die vooral leven in steden met gedecentraliseerde macht en gedeelde economie. In dit scenario is AI vooral gericht op het bevorderen van lokale culturen, lokale synergieën en ecologisch ontwerp. Het vierde scenario legt de nadruk op de mens, als een human being, waar lokale gemeenschappen zich vooral richten op gezondheid, op welzijn, op co-evolutie en op zingeving. En in dit scenario is AI vooral gericht op het stimuleren van empathie en van harmonie tussen mensen onderling, maar ook tussen mens, natuur en planeet. Het jaar 2050 ligt nog ver in de toekomst. En het blijft moeilijk te voorspellen hoe AI, de samenleving en AI zelf zich zullen ontvouwen. Volgende slide graag. Maar het is duidelijk dat we momenteel in een soort tussentijd zitten, waarin allerlei culturele, politieke, ecologische, technologische transformaties aan het plaatsvinden zijn. En dat we ons aan een nieuwe tekentafel voor de toekomst bevinden. Een tekentafel waarop traditionele, filosofische begrippen, maar ook waarden zoals waardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid worden bevraagd
en opnieuw worden gedefinieerd in de context, maar ook onder invloed van AI. En op dit moment zijn het vooral de grote technologiebedrijven die het voortouw nemen aan de tekentafel. Zij lijken bezig te zijn een toekomst te schetsen waarin de burger deel uitmaakt van hun controlemodel, van hun verdienmodel, met AI als een belangrijk instrument. Deze toekomstvisie heeft een globale oriëntatie en heeft een soort top-down structuur, waarbij dus de burger een beetje als een economische eenheid, als een passief consument wordt beschouwd. Het is maar de vraag of dit toekomstbeeld stand zal houden, gezien de groeiende diversiteit aan mensen in de samenleving. De groeiende diversiteit aan mensen en wensen in de samenleving. Maar ook gezien de groeiende roep om democratisering van AI. De andere drie toekomstscenario's die een lokale oriëntatie hebben en een bottom-up bestuursstructuur hebben alleen een kans van slagen als burgers van alle achtergronden zich ook aan de tekentafel zich gaan voegen. Of als ze zelf een tekentafel kunnen creëren. Uiteindelijk, en dan kunnen we meteen door naar de volgende slide, ligt de verantwoordelijkheid bij ons allen. Zo complex is het, of zo simpel is het. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is ons verantwoordelijkheid om actief aan onze toekomst te werken. Dat kan met behulp van AI, dat kan los van AI. We mogen niet passief aan de zijlijn blijven staan en toekijken hoe overheden en grote technologiebedrijven de koers van de toekomst bepalen. In plaats daarvan moeten we eigenaarschap nemen en de mogelijkheden benutten die AI ons biedt. En dit kunnen we alleen bereiken door gezamenlijk vertrouwd te raken met AI. Serieus werk te maken van AI-onderwijs. En AI-onderwijs ook toegankelijk te maken voor een ieder. Momenteel is AI-onderwijs denk ik nog te exclusief. En te zeer gericht op het Westen, op marktdenken, op competitie. En hier valt nog een hoop in te winnen. En misschien kunnen we leren van het Afrikaans continent, waarin een hele generatie jongeren eigenaarschap neemt, het internet opgaat, educatiemateriaal neemt, zichzelf vaardigheden aanleert en aan de slag gaat met AI om de eigen toekomst te creëren. Met verbeelding en met een focus op verbinding. Verbinding tussen mensen, verbinding tussen mensen, natuur en het planeet. Laatste slide. Tegelijkertijd, onderwijs is belangrijk, maar tegelijkertijd moeten we openstaan voor de inzichten die AI ons hier en nu al verschaft. Over onszelf en over onze samenleving. Zoals de uitvinding van de spiegel onze perceptie van onszelf als individu heeft veranderd in het verleden en over een langere periode, zou AI ook de perceptie van ons als samenleving als geheel moeten en kunnen veranderen. Ons doen beseffen dat wij als individu, als organisatie, als samenleving vastzitten in allerlei patronen die ons vormen, die ons beïnvloeden en die ons soms ook overheersen en onderdrukken. Pas wanneer deze reflectie van AI, pas als we deze reflectie van AI erkennen en waarderen, kunnen we daadwerkelijk werken aan het doorbreken van deze patronen kunnen we werken aan het stimuleren van onze verbeelding en natuurlijk het realiseren vervolgens van transformaties die ons in 2050 de gewenste vorm van samenleven opleveren, hopelijk met behulp van AI. Dank u wel.